U kent hem vast nog wel, Wim Lentjes. Verzorger van FC Liende en sinds begin dit jaar ook eigenaar van een kippenrestaurant. Wim, hoe loopt het eigenlijk met het restaurant? Ja, goed. Ja, heel goed. Wim, dat was afgelopen zondag niet lekker, hè? 4-0 verliezen. Nee, dat was zeker niet leuk, hè? Dat is om te huilen. Ja. Ik had van Liende iets meer verwacht. Ze moeten beter gaan voetballen, hè? Ja, om erin te blijven. Vind ik ook. Kip eten, denk ik. Vind ik ook. Max Mikkels. Moeten we tegenaan. En jij krijgt heel vaak spelers te eten. Regelmatig, ja. Komen hier spelers eten. Vooral op de trainingsavonden. Dus dan heb ik hiernaast een ruimte. Dan kunnen ze lekker relaxen. Hapje eten. Voordat ze gaan trainen. Dus, En waarom komen ze dan jou? Ja. Kip, hè. Kip is het lekkerste. Frank, jij gaat regelmatig bij Wim eten, toch? Ja. Kookt hij goed of niet? Zeker. Kippertjes. Hey, kijk eens hoeveel je komt. Kom maar terug. Nog wel steeds bij die duim dat het... Dat zie je doen. Ja, maar dat doe ik masseren. Doe ik eerst even tapen en dan zak je rug even masseren. Ja? Ja. Moet jij nou in deze fase van het seizoen meer of minder behandelen dan in het begin? Meer. Ja, loop een beetje op het einde, hè. Dan krijgen ze allemaal die pijntjes. Ze beginnen allemaal een beetje te veel wedstrijden. En dan krijg je allemaal kleine pijntjes, zodat ze allemaal behandeld worden. Veel op de bank liggen. Die er anders nooit op liggen, dus. Je bent niet alleen een verzorger, maar je bent af en toe ook psycholoog. Hè? Praten en nog eens praten. Nou ja. Talentshow, als kind. Nee, goed jongen. Doe even enkel repareren, man. Weet je, hoe kan dat? Als je daar naar heen gaat en je hebt daar meer last, terwijl daar niks mee is gebeurd. Oh, hoppa. Die Engels lopen allemaal niet goed voor jou. Ja? Kijk, dat is gewoon echt niet goed, hè. Dit is gewoon een steenman. Hier ook. Jij eet ook regelmatig bij Wim, toch? Als het even kan, dan ben ik er. Ja. Kan hij een beetje koken of zet hij gewoon een bord friet voor? Hij heeft een hele goede apparatuur. Komt het goed met Linda? Dit seizoen? Ja. Komt helemaal goed. Ik heb het volste vertrouwen in die jongens. We spelen volgend jaar gewoon tweede divisie.